is je net al? Waarom we dit bloemetje aanbieden?
Nee. Ja! Dan kies ik iemand anders. Ah, ik denk dat je het wel weet. Ik! Denk eens na, jij weet het wel. Wat het hier dan bij was. Natuurlijk, je weet het wel. En wat zeg je dan als je een bloemetje afgeeft? Oh, zie je wel, ik hoef er niks voor te zeggen. Ze dankjewel. En ik heb nog iemand nodig. Ik ook. Oh ja, juffrouw. Een klein cadeautje voor hem en een klein cadeautje voor? Haar. Maar allereerst een applaus, jongens. Voor Monique en Poppy. Jij dit aan Monique geven en zijn heel erg hartelijk bedankt. En jij aan Peter. Dankjewel. Dankjewel. Nou. Dat is een mooi cadeautje. En denk je al dat je weet wat het is? Ja, die is nog eentje. Ja. Ja. Maar misschien heb je personeel die nog. Oh, deze is nou, maar ik kom er in ieder geval even een drinkel bij. Kijk, ja, ik heb het goed gedaan. Even kijken hoor jongens. Jullie weten het al hè? Aandoen. Aandoen. Hoe je weet denk ik. Aandoen. Aandoen. Zo. Staat je goed? Ja. En lezen jullie eens voor, want dan kan je het zelf niet lezen. Wat staat er? En al jullie namen, denk ik niet. Ik maak je nou niet van. 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 Ik maak je
Back at Ina. Meegesmolten van het brood wat jullie daar gebakken hebben. Heerlijk. Is lang geleden dat ik zo'n lekker brood heb gegeten. En nou, we zijn begonnen met bidden. En we eindigen met bidden. In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. En als je jouw ogen dicht doet, kun je nog beter bidden. Vader God, we hebben lekker gegeten. En u hebt ervoor gezorgd dat dat komt. We zijn niet ziek, we zijn op school. En precies op tijd kwam het brood, want we begonnen echt honger te krijgen. En we mogen fijn nog wat brood mee naar huis nemen, zodat ze thuis ook nog mogen genieten. Dan hebben we van dat brood samen gedeeld. Dank u wel. En zorgt u er alsjeblieft voor dat we vanmiddag een hele fijne zonnige middag hebben. Dat we de hele middag naar buiten kunnen. Dank u wel. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Bedanken voor deze gezellige lunch, maar ik wil vooral ook alle mama's die geholpen hebben om het hier zo gezellig te maken en alles lekker te leggen. Ook heel erg bedanken. En ik wil meester Theo heel graag heel erg bedanken voor de prachtige verhalen en voor de aanwezigheid. En natuurlijk voor de eerlijkheid. Dus dank jullie wel.